was het. En 14 dagen later toen kreeg mijn achterbuurvrouw Linda een soort dreigbrief. En toen bracht de politie dat in verband met de brief die ik heb gekregen. Ja, het kan nog niet in het boek staan, hè? Want jouw boek was toen al af. We hebben nog wel even geprobeerd de pers een stop te zetten, maar... Lukte niet meer. Nee, maar Hans, we hebben Gooise Vrouwen gehad, hè? De serie, de film is natuurlijk allemaal zeer succesvol. Ik heb er ook van gesmuld, want het ging maar met elkaar naar bed en... Spelen. Hier, Benny bijvoorbeeld, die zit hier vooraan. Komen we allemaal Benny zo bekijken? Want ja, dat is waar, heet Benny in het boek Harry, maar... Deze Benny, ja, met geblokte blouseje, heet dus in het echt... Ja, hij zelfs in het boek heeft hij het geblokte blouseje. Niet te geloven. Maar het zijn dus inderdaad verhalen. Het is een verhaal gebaseerd op waarheden. Ja, zo moet je het zien. Ja. Nou, dan heb jij mij... Hans, wat ben jij slim. Ja, zo heet ik het. Nee, maar dan wist ik dus echt niet. Ah, nou ja, dat is leuk. En dan zet je al. Volgende week hebben wij een verhouding. Zo gaat dat. Slaap in hetzelfde bed. Ja, kijk, zegt hij dat ook nog? Slaap in hetzelfde bed? Nou, echt niet. Maar hoe dan ook, het is weer voer voor de pers. Hans, hartstikke leuk. Jullie hebben het boek al, mochten jullie het nog niet hebben. Het is zo te kopen, Hans. Je gaat wel ergens in een hoekje zitten om... Als er nog wat is. Ik heb de 100 neergelegd, maar... Zijn ze nou al weg, denk je? Oh, wat binnenhalen. Dat is binnenhalen, Hans. Ja, zo lopen we binnen hier. Dames, mogen die ook een apart applausje? Het zijn twee missen. Hele jonge meiden. Kon er bijna kleinkinderen van me zijn, maar god, wat is het mooi. Hoe kan het groeien zonder wortel? Prachtig, ja. Ja, Twente, ook Twente, ja. Zij komt ook, ja, maar ja, dat weet ik. Zij heeft bij RTVO's bij mij in het redactieteam gezeten. En nu is zij een van Nederlands mooiste. Ja, jongens, echt. Twente heeft hele goede grond. Hele goede grond. De microfoon weg, Frans? Ja. Boek. Dan die microfoon hoeven we niet. Ja.